Hij is ontwerper en hij is ondernemer. Studeerde in 1990 af met een sloophouten kast, wat hem instantly famous maakte. Maar inmiddels zijn we 26 jaar verder. Is hij het sloophout ontgroeid en zit hij in een hele grote oude Philips-fabriek in Eindhoven, met nou, onder andere zijn werkplaats, een winkel, een galerie, een restaurant. Piet Hein Eek. Piet Hein, van harte welkom. Mis ik dingen? Winkel, galerie, restaurant, werkplaats, je kantoor. Ja, ik heb het gevoel dat je wel wat mist, maar ja. Evenementenruimte, we hebben een grote zaal. Ja, ik zie een heel programma op jouw nieuwe website. Ik moest nog even wennen aan je nieuwe website trouwens. Ja, hebben we geschrokken ervan? Ja, we hebben even geschrokken. Ja, nog te veel lege pagina's nog. Hij moet nog gevuld worden. Ja, hij is nog net... Alleen, ik was geen voorstander van het beginnen met de helft. Nee, precies. Maar er waren nogal wat mensen die zeiden, ja, maar het is zo waardeloos, die oude website. Nee, dus je moest. Dus zij vonden dat het moest. Ja. Heb jij niks met digitaal en zo allemaal? Jawel, ik heb die website bedacht. Maar jij hebt daarom is hij ook zo pummelig. Nee, maar hij is wel anders. Ja. Maar het is wel lekker, dat minuutje onderin, je moet even wennen. Nou, laat de mensen maar gaan kijken naar pietheineek.nl volgens mij, hè, denk ik. Ja, Piet Hein Eek, en dan krijg je gewoon al bovenaan staan. Ja, ik zag inderdaad Vincent Bijlo op een soort theaterlijst. We hebben cabaret in die zaal. Dus dat is het idee achter de verhuizing 5 of 6 jaar geleden naar dat pand. Ja. Was dat we natuurlijk ons werk hebben wat steeds meer onze collectie en wat we doen wat steeds meer publiek trekt. Ja. En dat we eigenlijk van heel driehoog achter, zullen we zeggen, bijna niet vindbaar, naar een hele prominente plek wilden. Ja. Maar dat we daar ook context wilden creëren. Dus niet alleen ons eigen werk, maar ook galerie met kunst. Ateliers die we verhuren, die zitten er ook nog allemaal in, met jonge ontwerpers. Ja. Restaurant, dus een dagje uit. Hè. Dus, je wordt een soort entertainment. Ja, je hebt de Efteling heb je in Tilburg, Kaatsheuvel, heb je Piet Hein Eek in Eindhoven. Ja, dat was in ieder geval de gedachte. Want hoeveel mensen komen er nu dan? Nou, als je de Dutch Design Week neemt, dan zit je gelijk op een paar honderdduizend man volgens mij. Dus dat schiet lekker op. Ja. Maar de rest van het jaar is het toch ook wel druk en steeds drukker. Er zijn echt dagen dat er honderden mensen komen en rondbanjeren door alle plekken die we creëren. Het wordt ook steeds mooier. Ja? Dus het is een soort levenswerk. Hè? Maar het moet niet te mooi worden, toch? Ja, maar als ik zeg het wordt steeds mooier, dan is het niet te mooi. Maar dat is geen VT Wonen mooi, zeg maar. Met alle respect voor VT Wonen. Nee, wat is mooi voor jou? Meteen een mooie vraag. Gods, wat een mooie vraag. Nou, ik hou van verhalen. Ik ben eigenlijk iemand die helemaal niet zo visueel ingesteld is. Waarom schrijf je dan in boeken? Ik schrijf wel boekjes en boeken. Dus, maar voor mij is een verhaal... Had je moeten weten dat je wel boeken schrijft? Nee, je kan nooit alles weten. Dat gelukkig maar. Nee. Ja. Maar ik schrijf dunne boekjes. Dus tenminste, ik ben nu met een iets dikkere bezig. Maar ik heb ooit besloten om voor onze website zelf te schrijven. Ja. Niet zozeer omdat ik dacht of vond dat ik het beter kon, maar dat ik wel dacht, het is onze zaak, is mijn verhaal. Dus wat er dan komt, is ook echt mijn verhaal. Dan heb je in ieder geval nooit dat je denkt van, ja, is dat nou wel wat jij wil? Of, dus, betekent wel dat het soms niet zoveel opkomt als het heel druk is. En dat het altijd wel echt is waar het bij mij om gaat. En ja, als je dan eenmaal meer en meer en meer gaat schrijven, in zijn algemeenheid is natuurlijk ook elke opdracht moet je toch omschrijven en formuleren waarom je iets doet of niet. Ja. Dus al met al van een totale niet-schrijver, ik hou wel van lezen trouwens, ben ik langzaam maar zeker zo in die afgelopen 26 jaar steeds meer gaan schrijven. Maar als je mooi vergelijkt met verhalen vertellen, zeg je? Bijvoorbeeld als je het hebt over perfectie. Ja. Iets wat perfect is, bijna alles is perfect, want het wordt gewoon in de machine gemaakt, dan komt het eruit. Maar als je het hebt over perfectie, dan is vaak dat het net niet perfect is, vertelt veel meer over die perfectie dan dat het gewoon perfect is. En voor schoonheid geldt voor mij ook, als het een beetje schurkt, als het net niet klopt, dan ga je nadenken en dan wordt het opeens heel spannend en dus ook mooi. Dat is met mensen ook. Dat als alles recht is, hè, dus als je een symmetrische vrouw of man ziet er echt afschuwelijk uit. Ja, dat is gewoon lelijk. Ja. Dus terwijl wij wel in ons schoonheidsideaal dat laten corrigeren en zo. Maar als echt iemand, als je een foto maakt en je klapt hem om, dan is het hele verhaal weg van iemand. Ja. Dus dat is eigenlijk typerend voor schoonheid. Dat het mag niet echt mooi worden. En je moet schuren. Er moet iets lelijks in zitten. Lelijk is mooi dus eigenlijk. En voor mij is authenticiteit mooi. Iets wat klopt en wat klopt met de omgeving. Klopt vanuit materiaal, vanuit hoe dingen tot stand komen. Voor mij is dat dus hoe de wereld is en wat daaruit voortkomt. En dat als een proces, dat is voor mij wel het leukste van alles. Als je nou eens terugkijkt, hè, want je bent al iets jonger dan ik. Maar ook al, je bent geen dertiger meer, zeg maar. Hè? Nee. Laat ik het andersom, je hebt al heel veel gedaan. Je bent 49, hè, toch? Ja. Ja, dat heb ik goed, hè. Kijk eens terug naar de afgelopen, 20, 25 jaar, 30 jaar.
Wat zijn dan meteen dingen die in je oppoppen, als je kijkt naar je eigen, wat je zelf hebt gedaan, hè? Waarvan je zegt, dat is nou een prachtig voorbeeld waar ik nog steeds even trots op ben. Ja, voor mij, dat is grappig. Nu, als je ouder wordt, ga je steeds meer begrijpen. Ik zeg tegenwoordig wel eens, als je doodgaat, dan weet je het pas. Maar dat is dan wel treurig. Zat onze lieve Heer dat het andersom moet zijn. Ja, goed, je komt er eigenlijk zonder gereedschap de wereld. Klopt, voor en als je doodgaat, dan heb je een hele gereedschapkist vol. Dus. Maar misschien is er iets na de dood. Nee, dat geloof ik niet. Maar dat maakt me ook niet uit, want dat is helemaal niet relevant. Nee. Maar wat ik dus in dat kader net echt geleerd heb, dus de sloophouten kast was het begin. En in feite is gewoon dat je een jongetje aan het timmeren en knutselen in de achtertuin en weet ik wat, dat is het begin. Maar en mijn fascinatie voor natuurlijk materiaal en oude dingen. En op mijn 14e ging ik met mijn vader op vakantie door het land en dan keken we naar Engeland, want hij is Engels leraar. En dan keken we zoveel mogelijk ruïnes per dag. Soms wel 10, wel 14. Dan slaagde hij helemaal. En hij mag vrolijk blijven. Hij deed het voor mij en was blij mee. Wat achteraf gezien al een hele prestatie is. Want wie vindt dat nou leuk? Hoe oud was je toen? 14. Dus, maar jij vond dat echt leuk? Dat is altijd gebleven. Als ik een ruïne zie, dan word ik heel erg vrolijk. En op een gegeven moment heb ik zo'n ding gekocht, 10 jaar geleden. En die heb ik in de afgelopen 10 jaar opgebouwd weer. Want in Frankrijk? In Frankrijk, ja. Waarom niet in Engeland dan? Ik kwam toevallig daar een ruïne tegen. Okay. En die was niet te kopen uiteindelijk wel, dus dat werd hem. Dus het was echt gewoon een totale willekeur. Het was gewoon mijn ruïne. Zoals ik altijd gevoeld had, van dit is mijn ruïne. Maar wat heeft zo'n ruïne dan? Nou, door het gewoon te kopen, want dat was intuïtie of wat ik altijd al zo lang wilde. En door eraan te gaan bouwen, ga je natuurlijk ook nadenken. Als je 10 jaar ergens mee bezig bent met tussenpozen weliswaar, maar dan heb je alle tijd om bij jezelf naar de. Waar ben je in hemelsnaam mee bezig? Vooral ook als er zoveel geld naartoe gaat, want dat was natuurlijk niet binnen budget. En uiteindelijk bedacht ik me dat de hele fascinatie of de liefde voor ruïnes is dat het is een oud ding wat in elkaar gedonderd is. Een kuilende grond in dit geval. Ja. Met alleen nog fundament en een gebouwtje daarnaast wat voor 10% nog overeind stond. Dus je kan helemaal gaan nadenken over hoe het vroeger was. Hè? Want dat zit er nog in, die geschiedenis zit erin. Maar je mag het ook opbouwen, dus de toekomst zit er ook in. En jij mag dat doen. Dus jij zit op het kruispunt tussen het verleden en de toekomst. En toen dacht ik, ja, dat is eigenlijk zoals ik werk. Ik ben altijd bezig met wat er is, aan mogelijkheden, aan materialen, aan technieken, aan kennis, aan kennissen. Dus wie doet wat in je omgeving, waar kan je gebruik van maken? En wat ga ik daarvan maken? Dus in plaats van een idee te bedenken wat vervolgens gemaakt moet worden, en hè, dat is een tweede probleem, ben ik altijd bezig met wat er al is. Om daar iets nieuws van te maken. En een ruïne heeft dat in zich gewoon. Dus eigenlijk dacht ik, die ruïne, dat is zoals ik ben en zoals ik denk en zoals ik werk. En daar kan je weer over doordenken. Want als je de hedendaagse optiek op vormgeving en creativiteit kijkt vanuit de pers en ook vanuit de creatieve zelf, dan is het heel erg gefocust op nieuw. Onze maatschappij is sowieso erg bezig met nieuw. Want nieuw zou de oplossing moeten bieden en nieuw zou dit. Alles transformeren. En zou alles verandert ook weer door iets nieuws, wat allemaal onzin is. Want het oude heeft veel meer kans te blijven voorbestaan dan het nieuwe dat doet. Maar toch denken we, oh, nou gaat de wereld veranderen, want nou is dat ontdekt of dit. En het is altijd anders. Maar we zijn dus ongelooflijk gefocust op het nieuwe. En als je dat doet en je zegt dat als hoogste doel, en vervolgens moet dan dat nieuwe maar gemaakt worden. En dat moet je bij wijze van spreken aan de haren erbij slepen. Zo van, ja, mijn gebouw is met marmer uit Egypte, dus moet er een boot naar Egypte en weet ik van. Ja, iedereen kan bedenken dat dat niet efficiënt is. Dus het is veel logischer om te zeggen, hier bij de rivier halen ze klei uit de grond, er is nog een fabriek die kleitegels maakt, laat ik die er maar opzetten. En die logica, die zijn we verloren in ieder geval in de creatieve wereld, deels. En niet bij iedereen, dat allemaal maar moet kunnen. De gedachte dat de mens het belangrijkste is en dat de wereld naar de pijpen van de mens moet dansen, dat is eigenlijk een rottige gedachte. Daar word je ook niet gelukkig van. Aan de andere kant is die reden dat iedereen zo roept over verandering, zie je veel, ik hang natuurlijk veel in het zakenwereldje rond, daar hoor je het met name heel veel. Hè? Dat men zegt van ja, alle grote organisatiestructuren en bedrijfsstructuren, die werken niet meer. Nee, maar dat is het. Dat is geen vernieuwing eigenlijk. Dat is eigenlijk je zou kunnen zeggen dat het focussen opnieuw heeft ook vergelijkbare gedachten in de zakenwereld
in zijn algemeenheid in ons denken over organisaties en efficiëntie, hebben we heel veel geloof gehecht aan specialisme. Alles wordt losgeknipt. En in elk proces. En als het dan misgaat, dan vraag je op dat gebied een specialist erbij en dan gaat dat de volgende keer goed. Dus ik zei net dat ik van lezen hield. Dus dat doe ik ook weer. Ondanks het feit dat ik het drukker heb dan ooit, lees ik toch weer. En een van de boeken die ik gelezen heb is van Taleb. En die beschrijft dat... Die heeft een hekel aan specialisten. Dat had ik ook al. Dus dat is leuk als je dan iemand leest die daarvoor gestudeerd heeft en die daar best wel goede dingen over schrijft. En hij beschrijft eigenlijk dat rond 1900 de meeste gebouwen, ook Crystal Palace, dus ook echt ambitieuze gebouwen, op tijd en binnen budget gebouwd werden. En hoe dat dan kan. Want die hadden geen computers, die hadden niet al die kennis, die hadden van alles niet wat wij nu wel hebben. En toch was het op tijd en in budget. En die dingen staan ook meestal nog. Crystal Palace toevallig niet. Maar hoe kan dat dan? He, want bijna al die dingen zijn voor ons gevoel noodzakelijk om zo'n gebouw neer te zetten. Vertel. Vertel. Ja, nou, wat hij zegt is, dat was gewoon een architect en dat was de bouwheer. En die werkte met een leverancier en die leverde al jaren het glas en het staal voor zijn gebouw. En als het niet zo was, dan... Dus dat was heel erg vanuit een holistische benadering. Die architect die was verantwoordelijk voor het geheel, met een team natuurlijk. Maar ze werkte ook met datgene, met die mensen die ze kenden. Met de materialen waar ze vertrouwd mee waren. Als ze iets nieuws introduceerden, dan was dat een nieuw iets in dat proces. Maar dat was dus veel meer gericht op hoe de wereld zich aanbiedt aan jou als bouwheer. En nu is het zo van, ja, alles moet kunnen. En als je naar organisaties kijkt, dat specialiseren. Ik weet nog dat we een jaar of 20 geleden, toen verkochten al die bedrijven hun onroerend goed. Want dat leidt maar af van je core business. En dat is ook beter voor de zaak. Het was natuurlijk vooral beter omdat ze dan een deel van die winst in de zak konden steken. Want dan krijg je aandelen, gaan omhoog één keer en daarna is het weer op. Maar goed. Maar de essentie is natuurlijk dat iemand die jou dat gebouw terug gaat leasen, gaat daar geen verlies op maken. Ja, die wil daar gewoon winst maken. En dat betaal je dan vervolgens de rest van je leven. Ja, je hoeft echt geen professor te zijn om te bedenken dat bedrijfsmatig gewoon nadelig is. En toch heeft iedereen dat gedaan. En dat was echt... Dat was de waarheid en dat werd ook op televisie. We hebben alles uit elkaar getrokken en dat onroerend goed, dat is maar onzin. Nou, Philips, al die gebouwen, allemaal weg. Mooi, heb ik mooi gebouw. Mooie fabriek. Ja. Hoe organiseer jij zelf? Want jij hanteert wel eens het chaosmodel, lees ik dan wel eens ergens. En jij komt ook. Veel mensen zullen jou ook chaotisch noemen. Qua voorkomen, zeg maar, prettig chaotisch. Hoe werkt dat chaosmodel? Want hoeveel mensen heb jij in dienst? 100, rond 100. En dat pandje is ook best groot, hè? Ja, 11.000 vierkante meter, ruim 10.000. Ruim 10.000 vierkante meter. Dat wisselt ook een beetje, als je er nog wat aanbouwt. Of... Ja, een vloertje erbij, een vloertje eraf. Ja. Maar hoe organiseer jij dat? Nou, ik heb dus dat chaosmodel, waarom ik... Heet dat ook echt een model? Nee, zeg maar niet. Ik hou van chaos, zeg maar. Je houdt van chaos. Maar dat is heel persoonlijk, want ik weet ook mensen in mijn omgeving die dat minder leuk vinden. Dus het heeft met je karakter te maken. Ja. Waarom ik het heel fijn vind, is als alles geregeld is, dan zijn de impulsen ook weg. Dus ik floreer als er een hoop gebeurt. Ja, ja. Nou ja, als er chaos is, er gebeurt er veel. Ja, ja. En dan krijg je ideeën. Het is ook zo, als je kijkt bedrijfsmatig, als het minder gaat... Dan kan je beter iets gaan doen. Ja. Want dan heb je kans. Met voetbal is het ook. Als je stil gaat staan, dan doe je niet mee aan het spel. Ja. Als je in beweging bent, dan kan het zijn dat je de vrije ruimte in loopt. Toeval of niet. Hè? Dat kan met inzicht te maken. Maar het kan ook gewoon zijn omdat je loopt. Omdat je bewegelijk bent. Dus in principe geldt dat voor een organisatie ook. Als jij er altijd maar vanuit gaat dat alles netjes op een rijtje staat. En het wordt minder. En dan wordt het altijd minder. Dan betekent het dat het gewoon een weg naar beneden is. Terwijl als je bezig blijft met veranderingen en toevoegingen. Dan gaat het altijd een weg naar beneden. Dan is het alle kanten op. Maar dan komen er dus kansen op die open ruimte. En daar moet je daar naartoe. En zo werkt het ook? Zo werkt het, absoluut. Daar ben ik van overtuigd. Maar en voor elke organisatie. Ik geloof dat niet... Ook voor een bank? Nou, wat ik bijvoorbeeld super interessant vind, is ook weer, ik geloof dat een ander boek, Kahneman was dat, geloof ik. Ja. Dat vind ik fascinerend, hoe hij dat beschrijft. Dat gaat over onderzoek. Dat is een Nobelprijswinnaar, toch? Ja, voor economie. Ja. En hij is psycholoog, zegt ook een hoop. Ja. Hij beschrijft dat in de medische wereld onderzoek wordt gedaan, waarvan ze weten dat het waarschijnlijk onzin is. Maar ze weten ook dat als ze niks onderzoeken, dat ze de bijvangst ook niet krijgen. Dus dat hele onderzoek is zo ingericht dat ze met een schuin oog, maar dan wel in alle richtingen, kijken of er niet iets is waar ze wel iets mee kunnen. Dus het doel op zich is het onderzoeken op zich, dus in beweging blijven. Ja, dat was voor het eerst dat ik las dat het, zeg maar, georganiseerd, geaccepteerd werd dat wat je doet onzin is, of dat de kans dat het lukt eigenlijk niet zo groot is.
Maar dat de kans dat er iets anders interessants uit voortkomt. Dus ze brengen eigenlijk in kaart, goh, dit is eigenlijk wel interessant. Maar ze zeggen niet dat het moet worden. Het is kindergedrag, hè? Eigenlijk een beetje. Toch? Ja, ja. Wat kinderen doen. Ja. Dat continu ontdekken en, ja, en chaos. Ja. En maar de ogen open houden. Ja. En wij hebben de neiging om een plan te maken. Ja. En dan van A tot Z uit te werken. En als het dan lukt, wat een wonder is, dan kom je zelfs in de krant. Want het lukt bijna nooit. Maar het is natuurlijk veel leuker om te zeggen dat plan. Ja, dan doe je tenminste wat. Maar als er dan aan de zijkant opeens verkoopmogelijkheden zijn, ja, ga dat dan verkopen. Ga dan niet door met het plan. Hè. Dat is ook leuk. Ik bedoel, als je een bedrijf wil hebben en je wil dat laten voorbestaan, is het wel handig als je verkoop hebt. Ja, want doe jij dat ook? Want de enige maar die ik dan, als ik. Want ik ben voor 80% chaos, maar 20% is een soort. Mijn vader was boekhouder. Er zit een soort van structuurdingetje in. Van als je zo financieel je bedrijf ook aanpakt, dan kan ik me voorstellen dat je vanuit financieel oogpunt zegt van oeh, dat is best link. Nee, want wat ik net zei, wat er aan basis zit, dat zit erin. En ja, dat gaat op en neer ook. Hè? Dus, dus dat is altijd spannend bij ons. Zeker omdat ik toch altijd weer iets nieuws doe. Maar je hebt wel iemand die op de centen let? Nee. Niet? Nee. Je hebt niemand die op de centen let? Nou, ik let op de centen. Jij let op de centen. Ja. En tot nu toe gaat het gewoon goed. Ja. Ja. Toch? Ja. 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 Jij let letterlijk op de centen. Ja. Maar dat gaat meestal goed. Ja, tot nu toe altijd. En best wel moeilijke tijden doorgemaakt. Hè? Ja. En ingewikkelde dingen. Maar de grap is dat als je dus, dat is weer die ogen openhouden. Op het moment dat er dingen gebeuren die moeilijk zijn, dan moet je daar iets mee doen. Ja. Dan moeten er misschien mensen uit, dan moet je misschien dit doen. Maar het betekent ook dat je kansen die er wel zijn, daar moet je ogen voor openhouden. Dus op het moment dat jij om je heen blijft kijken met je vizier breed in plaats van smal. Ja, dat is volgens mij de manier om door elk probleem te komen. Ja, ja, ja. De IKEA, hè? Hoe kom je daar? Want dat is, hoe is dat mee? Wanneer komen de stoeltjes of de? Ja, ik ben net een week ik was in Japan voor een andere opdracht voor nogal een kelder in een warenhuis met voedsel en restaurantjes. Echt wel leuk. En nog een restaurant in Tokio. Dus het een in Hakodate en het ander in Tokio. En daarna naar China en Vietnam in een paar dagen voor IKEA. En dat was geweldig leuk. Dus dat gaat heel goed. Ja? Want jij hebt daar ook wel je vrijheid van werken gecreëerd, toch? Ja, wat heel veel mensen denken is van, oh joh, joh, waarom doe je dat nou? Want het is goedkoper, weet ik veel. Maar het levert dus de mogelijkheid op om producten te bedenken die betaalbaar worden. En voor heel veel mensen. En voor heel veel mensen. En wat wij doen is natuurlijk toch, hoe je het went of keert, het wordt in Nederland gemaakt met bloed, zweet en tranen. Dus dat zijn relatief, zelfs iets eenvoudigs kost bij ons nog wat geld. En we hebben best wel een grote prijsrange, hè, van een tafel van €600... tot €20.000. Dus daar zit echt wel alles tussen. Maar IKEA maakt de tafel voor €200. Ja. En het leuke is dat ze mij gevraagd hebben, of tenminste, ik sprak elke keer met Karen Gustafsson, die bij IKEA werkt. En elke keer was oh leuk. En op een gegeven moment zei, nou gaan we het ook doen ook. Dus het is uiteindelijk gewoon een persoonlijke ontmoeting. Dus heeft helemaal niemand iets gevraagd. En jij hebt het enige wat je geschrapt hebt in contract begrepen, is dat je erover mag lullen. Want je moet dan die geheimhouding even weer dat lukt toch niet. Nee. Ja. En het leuke is dat het is ook echt zo gegaan. Het is gewoon een heel persoonlijk contact. Zij begeleidt mij. Zij regelt. En het gaat langs door alle geledingen van IKEA heen. Die hebben allemaal divisies. Nou, daar heeft het niks mee te maken. En het leuke is, dan denk je dat heel revolutionair is. Want ze hebben het nog nooit zo gedaan. Maar er is echt helemaal niemand die ergens een probleem heeft. Dus het lukt gewoon, het gebeurt gewoon. Het klopt totaal niet met de structuur die ze hebben. Maar het werkt wel. En toch is het niks anders als dat het er wel in zou passen. Dus het is heel grappig dat die hele structuur er is. Ja. Je doet het niet volgens de structuur, maar er is geen hond die het in de gaten heeft. En wat wordt het eerste product? Nou, we hebben voor de Yasa-collectie, want we konden niet wachten. Daar was ze al mee bezig en dat waren meerdere ontwerpers bij elkaar. Hebben we met rotan stoeltjes en bedden gemaakt en manden. Echt wel mooie dingen, leuke dingen. Dus ter plaatse naar Indonesië gegaan en geconstateerd dat ze geen buizenmeubelen wilden gebruiken. Geen buizen in die rotanmeubelen wilden gebruiken. Dus allemaal ontwerpen die konden de vuilnisbak in. Mm. En toen ben ik opnieuw gaan tekenen. En deels op die modellen en deels hele nieuwe dingen. Die hebben we toen gemaakt. En daarnaast hebben we het idee opgevat om een collectie in 2018 te lanceren. Want die eerste komt in 2017. In 2018 komt echt de Piet en E-collectie, wat ook nooit zo is Maar gaat die Peut Heun Euk heten? Of ja, dat heet industrieel. Maar het wordt echt wel internationaal door de hele wereld geafficheerd met mijn naam. By Piet Hein Eek. Ja, en dat is echt. Er komt bijvoorbeeld die buizenstoel wel in. Ja, ja, hè, dus die niet kon daar. Die is nou in China, daar zijn we eens kijken. En het is ongelooflijk leuk om op met mijn kijk op de wereld en op vormgeving en die van hun
alle twee zijn we super praktisch. Zo van ja, het moet binnen de mogelijkheden, moet er gewoon een product gemaakt worden. Dus er zit helemaal geen wrijving in, praktisch gezien, wat vaak natuurlijk wel een probleem is. En dan is het echt knallen. Dat is echt zo ontzettend leuk. En iedereen wordt heel vrolijk, want het gaat echt met... Het is gewoon... Oh, dan kunnen we die ook maken, weet je wel. En dan wordt er in een uur nog besloten om die stoel dan toch maar daar... Handel je daarmee IKEA, qua DNA? Ja, ja, ik denk dat zij... Die directeuren die daar... Die komen elke keer als er één... Want ze hebben verschillende directeuren natuurlijk... Die kwam naar me toe. Het is zo leuk. Ik liep in Indonesië in de fabriek en ik zag dat stoeltje. Ik denk, dat is niet van ons. En dat moest dus van jou zijn. Dus zij zijn er allemaal heel erg mee bezig. Ze nodigen ook echt uit mij en ik denk ook andere vormgevers, kunstenaars, modeontwerpers, om een andere manier van denken. En ik denk dat dit voor hun ook wel heel interessant is, omdat het een grotere collectie is. En omdat ik ook heel dicht tegen hun manier van denken zit. Van ja, hier heb je... de fabriek en daar heb je de consument. En zij doen net als wij alles. Hè. Van idee tot de consument is hun territorium. En dat heb ik ook. Alleen bij ons is het Eindhoven waar we zitten te knutselen. Ja, past het niet altijd effectief in een doosje? Nee. En daar is het. Maar ja, het zit wel in een doos nu. Ja. En het is een hilarische verhalen over van hadden ze planken. En dan hebben ze een fabriek met 100.000 man. Echt, nou in ieder geval echt veel mensen. En het enige wat die doen is dat hout lelijk maken. Elke knoest eruit. Dat is met veiligheid en dit en dat. En dan is het paneel klaar. En dus driekwart van de fabriek heeft dat gedaan. En het is gewoon stond lelijk. Maar niemand wil dat hout meer hebben. Dus ik zeg, ja, als je met mij gaat werken... met één ding moeten we die mensen die aan de ene kant zitten... nu de andere kant zien te krijgen dat ze meubels gaan maken. En die panelen, maar dat was dan voor de veiligheid. Ja. En op een gegeven moment zei ik, ja, die zagerij die levert wel echt mooi hout op. Want er komt zo'n balk uit, zo'n lintzaag, en er zit zo'n slag in. Ja. Ik zeg, dat heeft karakter. En in plaats van het zachte, gladde, glooiende, hè, laten we dat dan doen. En een hele discussie, op een gegeven moment zegt die gast, die begeleider van IKEA, zegt, kunnen jullie het nu zagen? Ja. Dan ga je het nu zagen, gaan wij lunchen en als we terugkomen, dan kijken we naar die plank. En die plank lag er dus met die rauwe lintzaag. En iedereen van, jeetje, wat is dit mooi. Maar gewoon omdat je die machineslag ziet. Omdat je een karakter toevoegt wat zij normaal structureel uit al hun producten hadden. Die imperfectie ook. Ja, omdat je misschien een schaafwondje aan je vinger kan krijgen. Nee, maar het is zo glad als wat. Dus het is echt de best of both worlds. Want het is en grof. En dat wordt hem ook dus. En dat wordt een hele collectie. Een hele leuke, gekke collectie. En dan waren we in Indonesië. In Vietnam. En Carmen, de productontwikkelaar van de collectie, die zei, ja, de stoel wordt getest. Ze zei, maar die gaat niet halen. Ik zei, nou, denk het wel. Ze zei, hoezo? Ik zei, nou, ik heb er op gezeten. Ik test altijd de stoelen door zelf. Ik ben best groot. Op één poot heel lomp te gaan draaien. Of te kijken of die in elkaar dondert of niet. Nou, er zijn heel veel stoelen op de markt die dat niet halen. Maar deze gaf geen krimp. Ik zeg, dat ding is hartstikke sterk. En dat was ook nog met een houtje-touwtje model. Dat was niet eens zo goed. En zij belt op. Nou, de eerste zwaarste test heeft hij gehaald. Toen in de loop van die 2,5 dag. Daar heeft hij een stoel. Is hij door de hele test gekomen. Dus ik zei van, ja, zie je wel. Dat werkt net zo goed gewoon zo opeens. Piet en ik, de nieuwe tester van IKEA. In plaats van zo'n machine die... Ja, die 100.000 keer. Jij zit straks in zo'n glazen kastje in IKEA. Zit jij opeens zo'n poten te laten zien. Maar zij hadden er ongelooflijk veel plezier in. Dat dus werkt. En dat was ook over een verbinding. Ook daar hebben we uren over geloofd. Ik zeg... Ik wil gewoon het schuin ingezaagd, want als je aan een schuin vlak draait, dan moet het materiaal op een gegeven moment weg. En dat gaat niet. Dus dan is het veel sterker dan een recht vlak. Hè. Dit draaien of schuin, dat schuin lukt niet. En op een gegeven moment zei ook zo'n IKEA-medewerker, jullie gaan het gewoon maken zoals hij het vraagt. En dat was echt na 2 uur discussiëren. Oké. Maar dat is dus dat detail nu. Hoe cool. Ontzettend leuk. Wanneer komt het Piet Hein 1 boek? Ik kan me wel voorstellen dat al jouw gedachtes en alles wat jij denkt en hoe jij werkt en hoe jij designt, dat best wel een boek waard. We hebben boek 1, waar tot 2006. En we zijn nu, as we speak, bezig... Maar niet zo'n productenboek, hè? Veel meer van jouw... Ja, maar dat komt er meer in ook. Dus dat wordt de tweede... Boek 2 en 3 wordt veel meer 2016 over ook de ontwikkeling... Hoe ik met de wereld omga en met vormgeving. En dat gaat door dat boek heen. En ik ben een boekje over Mavelin, over de Frankrijk aan het schrijven. Dat heb ik al geschreven. En dat is wel heel grappig. Oké. We gaan het lezen. Dankjewel dat je een gast wilde zijn. Dankjewel. En dankjewel voor het kijken naar weer een aflevering. En wil je meer van dit soort gesprekken zien, kijk dan op 7digits.tv. Je kan de app downloaden, kun je kijken of luisteren wanneer en waar je maar wil. Dankjewel. Hoi.